Ja, goedemorgen lieve vrienden. Daar is Frodo, die gaat de poot weer optillen tegen de boom op. Moet kunnen. Oh nee, tegen de bak. Nou, er zit toch onkruid in. Moet er toch uit. Dus is niet zo erg. Nee. En de slang erop en het is zo schoon. Simpel dat. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal, althans wij, hè Frodo? Wij gaan dat doen, hè? Ja, wij gaan jullie allen een heel hartelijk welkom wensen weer. Ja, bij ons Corina en de beestenboer. Mijn bril is donker. Ja, wat wil je met dit weer, hè? Ja, en ik heb maar gedoucht en gedaan. En dan zou ik net beleven. Ik was bezig mij al aan te kleden. Krijg je iemand aan de deur. En ik heb nog geopend, geschreeuwd. Ik was half aan, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik had mijn legging al aan, ik had mijn laarsjes al aan. En ik had mijn slaap-t-shirt nog aan. Nou, ik denk, hup naar beneden. Voor niks. Achter niks. Maar wel een kaartje in de brievenbus, hè? Dat ik kan het bij de buren ophalen. En dat is die draaipot. Of hoe dat ook mag heten. Ik noem het een statief in het klein. Voor mijn camera. Ben ik net al geweest. Maar helaas pindakaas, dan zijn die mensen er weer niet. Dus ja, ik hoop dat ik het wel vanmorgen in mijn handen mag hebben. Want morgen gaan we naar Eilst. Met ons drietjes. Karin, Roderick en ik. Maar ja, kan het pret allemaal niet drukken. Het is vandaag trouwens zaterdag. Het had zondag moeten heten, want het is zo prachtig mooi weer. Volop zon, mooie blauwe lucht. Maar ja, het is nou eenmaal zaterdag 25 mei. En het is 7 minuten over 1. Ik had ook een WhatsApp gekregen. En dat was niet zo'n leuke WhatsApp, dus die negeer ik. En het was wel van iemand die jullie kunnen. Ik noem nou geen namen. Want dat wordt eerst eens even uitgesproken. Want ik laat mij niet zo behandelen. Ik ben verdorie geen klein kind meer. Ik mag niet eens niet 's morgens op mijn bed blijven liggen wanneer ik dat wil. Ik maak zelf uit hoe ik mijn leven indeel. En niet een ander. De enige die het uitmaakt hoe mijn leven gaat. Dat is onze lieve Heer en ikzelf. Als ik zelf zo tekeer zou gaan tegen Karin als diegene tegen mij tekeer is gegaan, dan was ook Karin boos geworden op mij. En terecht, want zo ga je niet met mensen om. Dus degene die deze vlog zal gaan horen, en ik weet dat ze me volgt, ja, dan weet ze gelijk dat ik het over haar heb. Maar ik noem lekker geen namen. Nee. Je weet wel. Ja. Maar oké. Frodo is ook gek aan het doen. Je hebt eten hoor. Ja. Er staat eten voor je. Kom dan. Daar kijken. Nou dan niet. Maar in ieder geval. Ik heb mijn eten en ik heb koffie. En ik ga altijd tijdens mijn eten en mijn koffie gaan. Ik even met mijn spel eventjes. Relax de dag beginnen, althans ik heb al gedoucht en alles. En al gerend als het ware naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. Vanwege die postbode, vanwege mijn statief. Heeft hij dus bij de buren afgegeven. Nou, ik hoop dat ik het vandaag nog in mijn handen mag krijgen. Het zal haast wel dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. Ga ik verder ook doen. Ja, eventjes, straks ook nog eventjes de stad in, want ik moet een geurtje voor mezelf halen, ja. En ik laat de familie zwaar maar even lekker met rust, want ik ga daar even andere week weer kijken of ze er nog zijn, ja. Want ja, ze worden groter en groter, dus dat gaat ook straks verder en verder weg, ja. En dan zoeken ze een ander slaapplekje, ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet met elkaar. Of zonder elkaar als je alleenig bent. Maar ja, er zijn mensen die hebben dieren. Die kunnen ze ook mee genieten zoals ik dat doe. En
je kan ook genieten met vrienden, andere familieleden. Je kan er hard op gaan, iemand tegenkomen. Dat is ook al genieten, al is dat vreemde. Ja, geniet met elkaar. Geef elkaar de hand en niet de vuist. Simpel. Oké, nou, hou eens even op. Ha. Oh, helemaal nat van hem. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ga er vandoor. Mijn koffie is op. Ik heb bezoek tussendoor gehad van Fabiola, mijn achterbuurvrouwtje, met een kleine meid. Nou ja, kleine grote meid, ja. Ze is best wel gegroeid, maar qua karakter is ze echt nog klein, want ze is ook zo verlegen. Maar ach, komt ze misschien wel overheen. Ze zit toch lekker op school, op de basisschool. Dus komt allemaal wel goed. Ik geloof dat ik dat al had verteld. Die had ik in de brievenbus. Hij ligt had ik nog niet verteld. Aan Karen had ik het verteld. Hij ligt bij de buur op nummer 2. Ik ben al aan de deur geweest, maar ze waren helaas niet thuis. Nee, hebben pech. Dus ik pak zo meteen mijn scootmobiel, dan gaan we de stad in. Ik neem de GoPro mee, ik moet even mijn scherm schoonmaken, heb ik doorgehad. Die is vuil, dus die maak ik even schoon op voor ik vertrek. En dan, want er schijnt iets leuks te staan in de stad, ik weet het niet. Een of andere reuzenrad. Maar ja, ik denk de reuzenrad voor de kleine kindertjes, ja. Want daar gaat pas om 4 uur open. Nou, dan ben je gek, je kan geld al verdienen, dan moet je open gaan, klaar. En niet om 4 uur pas open gaan. Maar in ieder geval, morgen schijnt er ook van alles te doen te zijn. Maar morgen zijn we er niet. Nee, want dan gaan we naar Friesland boppen. Ja, in Holland in de grappen. Ja. Ik ken ook nog een woordje Fries, zeker te weten. Ik heb er niet voor niks gewoond. Nee, en ik heb ook een Friese paspoort. Ook dat heb ik nog, ja. Maar oké, die zal ik jullie ook hopelijk vandaag nog even laten zien. Ik zal kijken of ik daar aan toe kom en of ik het niet vergeten zal. Dat is gewoon leuk, ja. Nu ga ik me klaarmaken voor de rit. Deze gaat ook mee, de koper gaat mee. Dus je weet maar nooit wat je tegenkomt in de stad als er wat te doen is. Tenminste, er werd gezegd, er is wat te doen. Oké, nou ja, ik merk het wel. Ik hoor hier niks, terwijl ik de deur open heb. Dus ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan en tot straks maar weer. Thank you.
lieve vrienden, er is overal hier wat te doen. Het is hier druk, het is hier gezellig. Dat, ja, daar hebben we ook een of ander verkleed iemand. Dus, ja, altijd leuk. Daar hebben we van alles te doen. Het is hier giga druk. Maar oké. Ik zal mij een baan zien te vinden hier door de drukte heen. En dan gaan we zo meteen weer op de Kopro over hier. Even die meneer weer. Kijk jongens. Kijk eens. Ja, je mag ook hier wel naartoe zwaaien. Zijn tot eind van het jaar 6 geldig. Achter. Goed zo, toppie. Je mag ook wat zeggen hoor. Het is YouTube. Hallo.
Thank you.